cirkel. Doe je de draad twee keer om de vingers heen te slaan. Haaknaald onderdoor, draad oppakken en een losse maken. Nu zit het vast, haal je vingertjes eruit. Je hebt nu al één losse gehaakt, dus daar haak je nog twee lossen bij en heb jij je eerste stokje gereed. Ga je in de ring om de twee draden heen stokjes haken. Dus nummer 2 en nummer 3. Vier, vijf, zes, zeven. En ga je door tot je 18 hebt. Ik heb 18 stuks in de ring. Hier heb je het koordje. Als je daar aan trekt, zie je de eentje verdwijnen. En die ga je als eerste ophalen. Die trek je van rechts naar links naar boven toe. Zo, ik trek je helemaal aan tot de ring compleet gesloten is. Zo. En dan trek je aan het draadje en dan zie je de sliert vanzelf verdwijnen. Hoppa, daar is die. Nu gaan we de ring sluiten met een halve vast in de derde begin lossen. 1, 2, 3, hier. Doorhalen. En nog een keer doorhalen. Nou is die gesloten. En gaan we starten aan toer 2. Haak 3 lossen. Dus je eerste stokje. En nog 2 stokjes erbij. In dezelfde steek. Dus daar waar je gesloten hebt met een halve vaste. En nummer 2. We hebben 3 stokjes op 1 plek. Dat moeten we hebben. Nu haak je 3 lossen. En van nu gaan we de herhaling doen. We slaan 2 steken over. In de derde haak je 3 stokjes, dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3 en weer 3 lossen. Twee steken overslaan en in de volgende weer 3 stokjes, dus nummer 1. En dat blijf je eigen herhalen. Dus 3 stokjes, 3 lossen, 2 steken overslaan. En in de volgende 3 stokjes, 3 lossen. Dit blijf je herhalen en we gaan samen de toer sluiten. Ik ben rondgehaakt. Ik heb de laatste 3 lossen. We slijden 2 steken over en ga je naar de derde lus van de begin lossen die je gehaakt hebt. En daar sluit je met een halve vaste. Zo. Daar is die. Toer 3. Haak 3 lossen. Staat voor het eerste stokje. Plus nog eentje erbij. Dus daar waar je de halve vast hebt gemaakt. Dus echt in de eerste steek. In de volgende steek. Hier. Ook 2 stokjes. Dus 1. En nummer 2. En in de volgende ook 2 stokjes. 1. En nummer 2. 3 lossen. En nu gaan we herhalen weer. Dus in de eerste steek 2 stokjes. Dus nummer 1. En nummer 2. En in de volgende steek ook 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2 en in de volgende steek erna ook 2 stokjes. 1 en nummer 2 en 3 lossen. Dat is de herhaling. Die haak je rond. Dus 2, 4, 6 stokjes boven de 3, 3 lossen en gaan samen de toer sluiten. Ik ben rondgehaakt, ik heb mijn 3 lossen ook gemaakt en we gaan sluiten in de derde lus van de 3 lossen waarmee we gestart zijn. Dus bovenop het eerste stokje. 1, 2 en 3, daar is die. 3 lossen. Dan gaan we door met toer 4. In de volgende 1 stokje. Dus je hebt 2 stokjes op een rij nu.
In de volgende twee steken maak je twee stokjes, dus vier naast elkaar in twee steken. Dus in de eerste volgende haak je twee stokjes, hier. En in de steek daarna ook twee stokjes, 1 en nummer 2. En over de volgende twee steken ieders één stokje. En nummer 2 daarnaast. 3 lossen. De herhaling is dus als volgt. In de eerste twee steken haak je ieders één stokje. Dus nummer 1 en de volgende ernaast. Dit is nummer 2. In de steken erna twee stokjes over twee steken. Dus in de eerste twee stokjes die volgt. Ik zit naast mijn draad. En in de steek daarnaast ook twee stokjes. 1 en nummer 2. En in de volgende twee ieders één stokje. 1 en hier ook eentje. Dus 3 lossen. Dat is de herhaling. Tot daar is de herhaling. Haak je rond en we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt. Ik heb mijn 3 lossen gemaakt. En we gaan sluiten in de derde lus van de eerste 3 waarmee je de toer gestart bent. 1, 2, 3. Daar probeer onder 2 draden door te gaan met de halve vaste. Maakt een mooie geel. 3 lossen. Eerste stokje is dat gelijk. In de volgende steek 1 stokje. In de volgende 2 stokjes. 1. En nummer 2. Over de volgende 2 steken 1 stokje. In de volgende 2 stokjes. 1 en nummer 2. En in de volgende 2 weer 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. En 3 lossen. De herhaling. In de eerste 2 1 stokje. Dus de eerste stok en in de volgende steek ook 1 stokje. In de volgende steek 2 stokjes. Dat is nummer 1 en nummer 2. In de volgende 2 steken 1 stokje. Dat is nummer 1 en de volgende naast. Nummer 2. In de volgende steek 2 stokjes. 1 en nummer 2. En in de volgende 2 steken ieders 1 stokje. 1 en de volgende ernaast. Plus 3 lossen. Dus van hier tot met de 3 lossen is de herhaling dat haakje rond. En we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt. Ik heb mijn 3 lossen al gehaakt. En we gaan sluiten in de derde lus. 1, 2 en 3. Onder 2 lussen door maak je de halve vast en sluit de toer mee af. Zo. 3 lossen. In de steken na 1 stokje. Nu 1 lossen. Nu komt er een kleine verandering natuurlijk door die lossen. In de volgende 2 steken 1 stokje. Dus ik ga nu een klein scheidingje maken. Dus nummer 2. In de steek daarna 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. In de volgende 3 steken 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. Nu 1 lossen en over de volgende 2 steken 1 stokje.
3 lossen. Ik ga nu de herhaling doen. In de eerste 2 steken haak je ieders 1 stokje. Dit is nummer 1. En nummer 2 ernaast. Dan gaan we het scheiden door 1 losse te haken. In de volgende 2 steken 1 stokje. 1 en nummer 2. In de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Over de volgende 3 steken 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. 1 lossen. En over de volgende 2 steken ieders 1 stokje. 1. En nummer 2. Plus 3 lossen. Van hier tot van hier tot en met de 3 lossen is de herhaling dat haakje rond en we gaan samen de toer weer sluiten. Ik heb de toer rondgehaakt en we gaan sluiten met een halve vaste in de derde lus. Hier is die. Zo ziet het er nu uit. We hebben nu 6 toeren gedaan en we gaan nu naar toer nummer 7. We starten weer met 3 lossen als zijn de eerste stokje. In de steek erna 1 stokje. Nu 2 lossen. We slaan de ketting over van 1 losse van de voorgaande toer. Sorry, ik moet 3 lossen hebben. In de volgende 7 steken ieders 1 stokje. Dat is nummer 1. Dus we doen nu geen meerdering in de stokjes, alleen in de ketting. Dus nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. 5. Nummer 6. Hier. En nummer 7. Nu haken we eerst 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. En over de laatste 2 steken, stokjes heb ik het dan over, maak je 1 stokje. 1 en nummer 2 daarnaast. En 3 lossen. Ik ga nu de herhaling doen. Van hier tot daar. In de eerste 2 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1. En nummer 2. 3 lossen. 7 stokjes op een rij. Hou er rekening mee dat ik alleen in stokjes haak, niet in kettingen. Als ik in kettingen haak, dan ga ik dat aangeven. Dus als ik zeg in de volgende steek, betekent dat dat je in een stokje haakt. Dus nummer 3. Het is verkeerd. Daar is die. Nummer 4. Nummer 5, nummer 6 en nummer 7. Nu 3 lossen. 1, 2, 3. En over de volgende 2 ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. En nu 3 lossen. Dit is de herhaling. Van hier tot en met de 3 lossen ga je herhalen en dan gaan we samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt, ik heb mijn 3 lossen gemaakt en we gaan sluiten in de derde lus van het begin met een halve vaste. Hier is die dan. Weer 3 lossen. Daar starten we per slotverrekening bijna elke toer mee. Staat voor 1 stokje. Plus nog een stokje erbij. Dus je hebt nu een meerdering. Nu gaan we naar de volgende steek. Maak je 1 stokje.
voilà. Dus drie stuks. Drie lossen. Over de volgende 7 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1. En nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. En nummer 7. 3 lossen. 2 en nummer 3. In de volgende steek haak je 1 stokje. Daar. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1. Nummer 2. 3 lossen. We gaan nu de herhaling doen van, even kijken, ja, van hier tot en met daar zal de herhaling zijn. In de eerste steek 2 stokjes. Dus het eerste stokje en het tweede stokje. In de volgende steek 1 stokje. Nu 3 lossen. Over de volgende 7 stokjes, ieders 1 stokje. En nummer 7. 3 lossen. In de volgende steek 1 stokje. 1. En in de volgende 2 stokjes. 1 en nummer 2. 3 lossen. En dat is de herhaling. Dus van hier tot en met 3 lossen is de herhaling. Dat haakje rond en we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt en we gaan nu sluiten in de derde lus. Van de eerste 3 waarmee je gestart bent, om de 2 lussen door een halve vast te maken. 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. Plus 1 stokje erbij, dus dat is weer een meerdering. 1 lossen. En over de volgende 2 1 stokje. 1. En de volgende ernaast. 3 lossen. Gaan we de eerste 2 steken samen haken. Dus je maakt een onafgemaakt stokje in de eerste. En in de volgende steek maak je ook een onafgemaakt stokje. Heb je 3 lussen op de naald. Draad omslaan en doorhalen. 1, 2, 3 steken. Ga je nu 1 stokje haken. 1, nummer, ik zit ernaast, nummer 2 en nummer 3 en de laatste 2 haak je weer samen. Dus een onafgemaakte in de volgende en in de steek daarna ook een onafgemaakt stokje en doorhalen. 3 lossen. In de eerste 2 steken haak je ieders 1 stokje. 1 en nummer 2. Een losse. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 3 lossen. We gaan nu van hier tot en met hier de herhaling doen. In de eerste haak je 2 stokjes. Eén losse. Over de volgende 2 haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2.
Nu, drie lossen. De eerste twee steken haakjes samen. Dus twee samengehaakte stokjes. Dit is het eerste onafgemaakte stokje. En in de volgende steek een onafgemaakt stokje. Drie lussen op de naald, draad omslaan en doorhalen. In de volgende drie steken haak je ieders één stokje. 1, dus nummer 2 en nummer 3. En over de volgende twee haak je weer twee samengehaakte stokjes. Dit is het eerste onafgemaakte stokje. En hier is het tweede onafgemaakte stokje. Drie lussen op de naald. Draad omslaan en doorhalen. Drie lossen. In de volgende twee steken. Ik moet even wat garen pakken, sorry. Ah ja, daar is die. In de volgende twee steken haak je ieders één stokje. Dus nummer 1. En nummer 2. 1 lossen. En in de volgende steek haak je twee stokjes. 1 en nummer 2. 3 lossen. En dat is de herhaling. Van hier tot en met 3 lossen ga je herhalen. En we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt. En we gaan samen de toer sluiten in de derde lus van het begin. 1, 2 en 3. Ook weer onder twee draden door, sluiten met een halve vaste. Weer 3 losse haken als eerste stokje. Plus nog een stokje erbij. Dus 2 stokjes in de eerste steek. In de volgende haak je 1 stokje. 2 lossen. Over de volgende 2, ieders 1 stokje. Nummer 1 en nummer 2. 3 lossen. Nu gaan we weer minderen. Over de eerste 2 steken haak je 2 samengehaakte stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. En doorhalen. In de volgende een stokje, eentje. En de volgende 2 steken haak je weer samen. 1 en nummer 2 is samengehaakt. Hopla, daar is die. 3 lossen. In de volgende 2 steken haak je 1 stokje. 1 en nummer 2 daarnaast. Daar. 2 lossen. In de volgende steek haak je 1 stokje. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Nu haken we 4 lossen. 1, 2, 3 en nummer 4. En dan gaan we de herhaling doen. Van hier tot en met hier. Daar is de herhaling. In de eerste steek 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. In de volgende 1 stokje, dan 2 lossen. In de volgende 2 steken 1 stokje. 3 lossen. De volgende 2 haak je 2 stokjes samen. Dus de eerste en de tweede samen haken. In de volgende 1 stokje. De volgende 2 samen haken, dus 2 samengehaakte stokjes. Hier is nummer 2. 3 lossen. In de eerste volgende 2 stokjes haak je ieders 1 stokje. Hier is nummer 2. 2 lossen. In de volgende steek haak je 1 stokje. In de steek erna haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2 en 4 lossen. 3 en nummer 4. Dus van hier
tot met de 4 los. Eerste herhaling. Dit haakje rond en gaan. Ik ben rondgehaakt, mijn 4 lossen gemaakt en we gaan sluiten mijn halve vast in de derde lus. Hier zijn de 4 lossen. Onder 2 draden doorsteken en doorhalen. In de eerste 2 steken haak je 1 stokje. Dus je begint met 3 lossen en in de steek erna haak je 1 stokje. 2 stokjes in de volgende steek. Dus nummer 1 en nummer 2. 3 lossen. 2, 3. Eén stokje in de volgende 2 steken, dus 1 en nummer 2 daarnaast. 3 lossen. Gaan we nu 3 stokjes samen haken. Dus nummer 1 onafgemaakt stokje, tweede onafgemaakte stokje en het derde onafgemaakte stokje heb je 4 lussen op de naald en haal je door. 3 lossen. Nu. In de eerstvolgende 2 steken haak je weer 1 stokje. 1. En in de volgende 1. 3 lossen. Over de eerste haal ik je 1. En nummer 2 stokjes in 1 steek. In de volgende 2 steken haak je ieders 1 stokje. 1. En nog eentje. Nu 2 lossen. In de ketting van 4 lossen haak je 1 stokje. Gewoon eromheen. 2 lossen. Nu gaan we de herhaling doen. Van hier tot en met hier zal de herhaling zijn. Oeh, de zon begint te schijnen. In de eerste 2 steken haak je eerst 1 stokje. Dus nummer 1 en de volgende ernaast. In de steek ernaast haak je 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. Dan 3 lossen. 3. Over de volgende 2 steken ieders 1 stokje. Nummer 1 en nummer 2. Dan 3 lossen. 1, 2, 3. En dan 3 stokjes samen haken. Dus over de resterende 3 steken van deze motief hier. Dit is nummer 2 onafgemaakt stokje. En hier het derde onafgemaakt stokje. En haal je door. 3 lossen. In de eerstvolgende 2 steken haak je ieders 1 stokje, dus nummer 1 en nummer 2, dan 3 lossen, 2 en nummer 3. In de volgende steek haak je 2 stokjes, 1 en nummer 2 in dezelfde steek. In de volgende 2 steken haak je ieders 1 stokje, 1 en hier eentje. Nu 2 lossen. In de ketting van 4 lossen haak je 1 stokje, dus gewoon eromheen, plus 2 lossen. Nu, van hier tot en met de 2 laatste lossen ga je herhalen en we gaan samen de toer sluiten. Ik ben rondgehaakt, we gaan sluiten met een halve vaste in de derde lus. En volgende week gaan wij verder in deel 2. Thank you.